Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Gisteren is iets heel spannends gebeurd. Ik hoop dat jullie ze ook allemaal hebben gezien op tv. Gisteren was The Voice, finale. Tussen Bram, Ibe en Wannes. Eerst ging Bram eruit met zijn nummers. Ik weet niet meer welke nummers. Maar ja, is hij goed. Wij vonden het ook vals. En toen kwam Ibe. Met zijn liedjes. Faces en nog een liedje. Toen kwam Wannes met Man in the Mirror. Van Michael Jackson. Met What About Us van Pink. En ja, Bram was weg. En zo was nog Ibe en Wannes. En toen werd er gezegd wie gewonnen had. En iets wat ik nu jammer vind. Het is Ibe geworden. Iedereen had gehoopt op Wannes. Iedereen. Maar dat is toch Ibe geworden. Ik moest gewoon janken bijna. Ja, ik zei zo van, dat was hij zo helemaal niet voorzien. Ja, hij is zo. Dus hij is ook. Laat achter in de reacties voor wie jij was: Bram, Ibe of Wannes. Laat achter in de reacties en doe hashtag bloemkool achter. Bloemkool. Of niet? Hashtag voice. Hashtag voice. Vind ik beter. Dan kan bij deze video toch nog een keer gaan bekeken worden. Dus ja. Maar wat ik dus vond. Ik vond dat Ibe zijn. Als hij Ibe een liedje zong. Dat hij zijn klank zo op één zoon. Zoals van. Zo zong hij dat hij zo. En geen andere klemzone gebruikte. Of klankzone hoor. Bij Wannes was dat wel zo. Alleen, hij had ook een foto gemaakt. Want hij had ook ja, in de finale bij Man in the Mirror, denk ik, een foto gemaakt. Want hij was een heel klein stukje seks vergeten. En ja, Ibe, ja, dat heb ik al gezegd. En Bram zong echt vals. Maar ik snap niet dat hij in de finale is gekomen. Maar nu is de grote vraag, wat gaat Ibe met dat 25 euro geld doen? 25.000 euro. Wat zou hij daarmee kopen? Laat ook achter in de reacties. Eerst moest je in de reacties zetten voor wie je was. Bram, Wannes of Ibe. En dan moest je hashtag voice achterzetten. En nu moest je hashtag money achterzetten. Van wat die gaat kopen. Als Ibe bij dat geld gaat kopen. Wat denk je dat achter in de ria met hashtag money erachter. Maar oké, nu verder met zijn voice. Want het kan zijn dat zijn puntenstelling fout is. En wie je, ik heb ook al gehoord dat eigenlijk de helft, eigenlijk alle stemmen van de voice nep zijn. Allemaal. Allemaal nep. Als VTM kiest wie er thuis gaat en wie niet hem blijft. Als je niet zo wacht, hè. Jullie denken niet allemaal vast dat ik dom ben, maar ja. Ze is overal op het hele internet, op Instagram, noem maar op. Dus ik dacht, ik zal het maar in deze video vertellen. Dus nog een video over de voice. Daar ik hem maar in de commissaris. Maar toen zat ik dus te denken, hoeveel puntenstellingen die ook niet fout zijn dan? Want Wannes was natuurlijk veel beter dan Ibe. Ze waren allebei goeie. Maar Wannes had meer feeling. En dat is ook heel veel kennis van zingen, maar ik kan er geen opleiding van. Maar ja, ik vind het dus heel jammer voor Wannes. Want hij had het echt gezien. Hij heeft heel veel zijn best gedaan. Ibe ook.
Shoutout naar Wallace. En dan zie ik jullie bij de volgende video. De voice is echt, ja. Trouwens, als we gaan voor de 100 likes. Zo dat hadden. Ik heb een heel leuke video maken. Een verrassingsvideo voor jullie. Op mijn verjaardag. Nog 2 maanden. Dus 100 likes als je snel komen. En dan daarna ga ik nog een video maken van vrienden. En ook als je het abonneren, dan ben je heel blij. Dus dat is het is dan dat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao!